Hallo, ik ben Anke Lemferink. Ik ben promovenda hier in het Medisch Spectrum Twente, onderzoeker. En we hebben in de afgelopen periode hebben gekeken naar COPD-patiënten met andere ziekten. En dat kan zijn hartfalen, dus diabetes, angst, depressie. We hebben dit onderzoek uitgevoerd bij zowel Nederlandse patiënten als bij patiënten in Australië. En wat we hebben gedaan is dat alle patiënten een dagboek hebben aangeboden. Die kun je hier zien. Waarin ze dagelijks de klachten konden aangeven die ze hebben ervaren. En daarin ook nog aan kunnen geven in hoeverre die klachten zijn verergerd. De helft van de patiënten heeft op basis van lozing ook een self-management cursus gevolgd. Waarin ze leerden hoe om te gaan met klachten. En ze kregen daarbij ook een actieplan aangeboden. Waarin staat wat te doen zodra hun klachten zouden verergeren. Wat hebben we nou gezien uit de eerste resultaten? Blijkt dat de combinatie van het dagboek en het gebruik van het actieplan leidt tot minder dagen waarop de klachten zijn verergerd. En daarnaast ook minder opnames voor de longklachten van de patiënten. Wat willen we nou graag gaan doen? Want dit alles is op papier aangeboden. We willen het graag voor meer patiënten toepasbaar maken en dit digitaliseren. Waarbij we graag een samenwerking willen aangaan met de UT, het ZGT, om dit voor elkaar te krijgen.